Hi, daar ben ik weer. Je zult wel denken, wat is Merle nou weer aan het doen? Nou, ik doe eventjes de kinderjury-administratie. Weet jij wat de kinderjury is? Nee? Ik zal het je even vertellen. De kinderjury, dat is voor alle kinderen in Nederland en die is opgericht om als jury te stemmen op de allerleukste kinderboeken, de nieuwste kinderboeken. En ieder jaar doen de kinderboeken die in het jaar ervoor uitgegeven zijn, allemaal mee. En het leuke aan de kinderjury is dat jij erin zit en jij mag dus jouw stem uitbrengen op je favoriete boek van vorig jaar. En dat kan via de website van de kinderjury. En op die website vind je een heel handig tipblad. En op dat tipblad staan alle titels van de boeken die meedoen. Nou ben ik natuurlijk even voor jou aan het spotten gegaan welke van deze boeken allemaal online te verkrijgen zijn. Dat zijn er best wel veel, dus ga er even voor zitten. Dan ga ik deze hele lijst eventjes met jullie doornemen, want ik heb heel veel gespot. Te beginnen met de boeken die in de luisterbiep staan en waar je dus allemaal op kunt stemmen voor de kinderjury. Dit zijn Het boom met het oor van Annette Schaap, Miss Eenhoorn van Edward van de Vendel, Dracula, Jacht op de Vampier van Bram Stoker en het werkstuk ben ik nu zelf aan het lezen van Simon van de Geest. Als laatste Het leven van een loser 13, vet cool. Dan ga ik door met de e-books. Twee stuks heb ik er gespot waar je op kunt stemmen voor de kinderjury. Dat is de Wordsmith van Patricia Ford. En de tweede is Ottilie en de Drochtenjagers van Rhiannon Williams. Die kun je dus allebei downloaden als e-book. En daarna, als je ze leuk vond, kun je erop stemmen voor de kinderjury. Als laatste heb ik nog een boek gespot in de Thuisbieb. Dat is de nieuwe gratis app van de Bieb die voor iedereen toegankelijk is. En in die app staat stuntvlogger Sam en de Wolf van Weverseind van Jelmer Jepsen. Dat was de administratie. Je hebt dus ontzettend veel te lezen nog. Gelukkig heb je daar ook nog even de tijd voor, want de stemweek van de kinderjury die start pas op 11 mei. Dan heb je een hele week om te stemmen op jouw beste kinderboek van 2019. En dat doe je dus samen met alle kinderen van heel Nederland. Hoe gaaf is dat? Wil je meer informatie over de kinderjury? Kijk dan even op de website www.kinderboekenweek.nl. Daar vind je onder het kopje kinderjury alle informatie die je nodig hebt. Veel leesplezier en stem hè!